Dag dames en heren, het zal u vast niet ontgaan zijn, we hebben met een hele wisselvallige periode te maken. Gisteren heeft het op veel plaatsen de hele dag geregend of gemotregend. Nou, wat dat betreft ziet het er vandaag een stuk beter uit. Er waren weliswaar veel wolkenvelden, maar zo af en toe kwam ook even de zon tevoorschijn. Ja, en water is er de laatste tijd genoeg gevallen. En daar blijft het niet bij, want de komende tijd volgen er nog veel meer buien. Soms zelfs zware buien. Nou, dat wisselvallige weer hebben we te danken aan een heel groot lage drukgebied op de rand van de kaart. Boven het westen van Europa, noordwesten van Europa. En daarmee wordt een westelijke stroming in stand gehouden. Met de aanvoer vanaf de Noordzee aanvoer van veel wolkenvelden van tijd tot tijd zoals je ziet ook flink wat neerslag. Met name zaterdag vallen er stevige buien. Zondag lijkt het allemaal iets beter te worden met wat meer ruimte voor de zon. Ook nog wel een enkele bui, maar deze pluk neerslag daar krijgen we aan het begin van de nieuwe week mee te maken en dat gaat opnieuw voor flink wat neerslag zorgen. Nou vanavond valt het eigenlijk wel mee met de regen. Er valt wel een enkele bui met name in het oosten van het land, maar verder zijn er zonnige perioden en de temperatuur ligt rond een graad of 20. Uiteindelijk koelt het komende nacht dan af naar zo'n 14 graden en morgenochtend is waarschijnlijk het beste moment van de zaterdag met zonnige periode, maar geleidelijk zien we met het oplopen van de temperatuur stapelwolken ontstaan die in de loop van de middag kunnen uitgroeien tot regen en onweersbuien. Met name in het oosten van het land kunnen daar een paar stevige buien bij zitten met misschien ook wel wat hagel. Nou, tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. En op die momenten loopt de temperatuur op naar zo'n 20 graden in het noordwesten en noorden van het land tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Maar dat is wel afhankelijk van de hoeveelheid zon. Het waait stevig uit het westen tot zuidwesten, kracht 4 tot 5. En misschien vlak aan zee af en toe kracht 6 in de loop van de dag. Nog steviger gaat het waaien op de zondag. Dan is er aan zee zelfs af en toe kans op een windkracht 7. Dat is een harde wind uit het westen tot het zuidwesten. Daarbij zijn ook flinke windvlagen mogelijk, tot zo'n 70 km per uur. Maar het weerbeeld is wel een stuk rustiger dan op zaterdag. Er valt nog wel een enkele bui, maar er is meer ruimte voor de zon. En op veel plaatsen zal het gewoon overdag droog blijven. Door die stevige wind is het wel iets minder warm. Met temperaturen van 18 tot misschien nog 22 graden in het binnenland. Nou, die temperatuur gaat de dagen daarna nog een klein stukje verder omlaag en dat heeft te maken met een groot aantal buien dat onze kant op komt. Vooral maandag en dinsdag zijn hele natte dagen met regionaal 10 tot 20 mm neerslag en misschien lokaal zelfs nog wel meer dan dat. In de loop van de week zien we het weer dan iets meer stabiliseren, er komt wat meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan ook langzaam wat omhoog naar 21 of 22 graden. Maar kijken we dan nog een stapje verder dan zien we dat er ja, eigenlijk niet zo heel veel verandert op de lange termijn. Het blijft ja, ronduit koel voor de tijd van het jaar, met temperaturen gemiddeld rond de graad of 20. Als het een keer een dag echt lang regent, kan het zelfs onder de 20 graden blijven. En ja, de wisselvalligheid, daar verandert voorlopig ook niks aan. Dus op stabiel en warm zomerweer zullen we voorlopig nog moeten wachten. Ik wens u een goed weekend.